Good, Kelvin! Mijn naam is Kelvin, ook al bekend als Kalfijn. En het is weer tijd om even iemand te roosten. Ja, ik heb er zin in, mensen. We komen stap voor stap in de buurt van die 1 miljoen abonnees. En dan, ja, ik kan niet anders zeggen, man. Hey. Dus abonneer even op mijn kanaal en volg me op Instagram. En dan gaan we beginnen met deze fantastische, meest legendarische video ever. Namelijk de roast of Lelstep Disney. We hebben het vandaag over Don, ook wel bekend als Game Meneer, maar ik noem hem liever de dorpsgek van YouTube. Je kan Game Meneer onder andere kennen van... Game Meneer? Zo kan je niet zijn, bro. Ik maak hele leuke video's. Waar je Don niet van kan kennen is de straat. Als je googelt op Game Meneer, dan krijg je allemaal foto's waarvan geen enkele... buiten. Gewoon elke, alle, overal binnen. Don, weet jij überhaupt wat daglicht is? Verklaart wel meteen waarom je zo fucking bleek bent. Don's slogan is... Ka! Ik ben een meeuw. En ik snap er geen reet van. Was je op zoek naar een dier dat net zo bleek is als jij of zo? Wat? Als je dan toch op zoek was naar een dier dat op je lijkt, had dan een fucking blobvis gekozen of zo? Nee, want die heeft Ronald al. De meeuw komt uit een echt een heel stom verhaal vandaan. Het is, ja, je moet maar kijken of je dit erin laat, maar de meeuw komt oorspronkelijk... Ja, waarschijnlijk is het kaak met een meeuw. En nou, dat was het verhaal. Die mondhoeken! Ik kan het niet eens. I can't even do it. Ja, oké, het is al lang duidelijk. Don heeft een beetje een apart uiterlijk. Dat kunnen we wel stellen. Als je bijvoorbeeld op zijn Instagram kijkt, dan zie je eigenlijk vrijwel geen lachende foto's. Ik snap het niet. Don kan gewoon niet lachen of zo. Ik heb een hekel aan mijn lach. Ik ben een heel onzekere jong. Maar ik heb na lang en intensief speurwerk een foto kunnen vinden van Don, waar hij daadwerkelijk zijn tandjes laat zien. Maak je klaar voor dit moment. Ja. Ja. Wat jullie niet weten is dat ik Don al een keer eerder heb geroost. En die was vrij subtiel. Wat ik denk, je hebt gewoon een goede kop. Laat ik het zo zeggen, het is niet zo dat al die mensen die nu op YouTube groot zijn... Kijk, niet iedereen heeft een goede kop. Ja, er was op dat moment maar één YouTuber die ik bedoelde. Game meneer. Ja, maar je kende me niet. Je kende me wel, maar je kende me niet. Dit is toch even, dit is toch ultiem genieten. Kijk even naar deze, dit is toch fantastisch. Deze foto, je hoeft gewoon niks erbij te zeggen. Volgens mij hadden ze voor het nieuwe deel van Harry Potter niet genoeg budget voor de echte Draco Malfoy's. Dus hebben ze gewoon de budgetversie gekozen. Ik heb het al vaker gezegd deze roast, maar Don's mondhoeken staan vrijwel altijd naar beneden. En daar kan hij waarschijnlijk niks aan doen. Het is een beetje sneu, maar het is wel redelijk grappig. Hier zie je het bewijs. Mondhoekje, mondhoekje, mondhoekje. En als hij dan probeert te lachen, zonder zijn tanden te laten zien, want dat wil hij niet, dan ziet het er fucking creepy uit. Snap jullie nou wat ik bedoelde met de dorpsgek van YouTube? Look at the motherfucker. Dit is trouwens een foto voor een Stop Pesten Nu campagne. En daar waren nog een aantal meer foto's van, waaronder deze. Of deze. Stop Pesten Nu! Dan vraag je iemand met zo'n hoofd voor een Stop Pesten Nu campagne. Ah, ik snap het niet! Dat was zo zonde eigenlijk. We hadden die foto's voor een tering greenscreen genomen, zodat ze ons konden plaatsen waar ze wilden. Hebben die klojo's er helemaal niks mee gedaan? Verdomme. Dit had net zo goed een stop incest campagne kunnen zijn. Trouwens nog even die laatste foto. Wat is dit? Wat is... Gadverdamme. Het ziet eruit alsof je vet hebt laten wegzuigen uit je voorhoofd, man. Gadverdamme. Laten we niet alleen negatief zijn over Don's uiterlijk. Ik bedoel, hij heeft hier en daar ook wel een mooie foto, zoals deze. Waarschijnlijk ook alleen maar omdat zijn mond niet zichtbaar is. Ja, die zat eraan te komen. Hij dacht, wat nou als ik gewoon een bandana op mijn hoofd doe? Ja, dan heeft niemand het door. Dan is de oplossing voor al mijn onzekerheid. Jazeker. Wat is er met die bandana-hype? Waarom denkt iedereen dat ze in één keer knap zijn met een bandana om? Nou ja, het was om die getver de getver voorhoofdrimpels weg te halen. Fucking Jeremy Freezer, Royalistic, nu Game Meneer. Het is gewoon bijna op het level dat als je googelt op bandana dat je krijgt... Bedoelde u laatste redmiddel om nog een beetje knap te lijken? Comedy. En ik weet gewoon precies wat er in de hoofden van die mensen rondgaat. Dat ze denken, oké, ja, ik ga gewoon een bandana op mijn hoofd doen. En dan zie ik er straks zo uit. En dan doen ze dat en dan zien ze er zo uit. En dan denk je, oh mijn god.
Expectation versus reality, mensen. Het voorbeeld. We kunnen heel lang doorgaan over hoe Don er nu uitziet. Maar we kunnen ook even stilstaan bij hoe hij er ooit uitzag. Namelijk zo. En ik moet je eerlijk vertellen. Ja. Het is best knap, joh. Kijk, vroeger zag hij er nog wel normaal uit. En normaal gesproken zeggen mensen, oh, die is goed opgedroogd, potverdorie. Maar bij Don is het soort andersom gegaan. Het enige wat bij Don opgedroogd is zijn humor. Met als droge jokes. Ik werd ook nog aangekleed door mijn moeder. Dus ik denk dat dat het verschil is. Oké, genoeg over Don's uiterlijk. Hij heeft ook een innerlijk. Jazeker. En daarom noem ik hem ook wel de mannelijke Bibi Breiman. En niet omdat hij zo knap of zo lief is als Bibi, maar nee, hierom. Een gevoelige snaar is geraakt. Mijn traumatische middelbare schoolverhaal. Een bewogen jaar 2017. Ik neem vrij. En dan is je slogan elke dag hilariteit. Er gaat iets fout hier. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb ook altijd een beetje het idee alsof Don nooit zin heeft om video's te maken. Of om überhaupt te leven. Don is zo verdrietig. Als je vraagt, hey Don, hoe voel je nou op een schaal van 1 op 10? Dan zegt hij, is depressief ook een getal? Don hoeft gewoon nooit naar de wc omdat hij al zijn vocht al via zijn ogen verliest. Don is zo verdrietig en daarom zegt hij altijd, weet je wat? Elk nadeel is een nadeel. Waarschijnlijk op het moment dat het metertje de 1 miljoen aantikt, zal ik misschien wel een traantje wegpinken. Je kan wel stellen, Don is gewoon een jankert. Hij grijpt gewoon elke mogelijkheid om te janken, grijpt hij aan met beide handen. Oh, 1 miljoen gouden playbutton. Ik zit er klaar voor. Hij gaat weer janken. Het is zover. Hey, goeiedag. Ik heb hier 7 minuten en 26 seconden naar deze video gekeken en hij heeft geen één keer gejankt. Geen één keer! Wat hij wel doet trouwens, is de hele tijd zijn vingertje naar zijn oog brengen, zodat het voor de thumbnail lijkt alsof hij wel huilt. Kijk maar mee. Hier even een vingertje. Oh ja, vingertje. Oh, daar gaan we weer. Oh. Ja, even snel dat vingertje. Ja. Kijk, maar dat zijn die subtiele tricks, hè? Dat zijn die subtiele tricks, daar kan je thumbnailtjes uithalen. It's all in the brain. Ik voel me bedrogen, ik voel me belazerd. Ja, Don heeft gewoon moeite met blij zijn. Dat zie je ook bij die 1 miljoen abonnees, zijn reactie. Kijk, ik heb een goud ding. Wauw. 1 miljoen abonnees, Don! En dan reageer je zo! Wauw. Fucking hell. Lekker boeien, neef. Ik zweer dat je als Don een kind krijgt, heeft hij hem in zijn armen en dan zegt hij... Wauw. We hebben wel even lekker veel meet and greets gehad. Oké, je kan veel over hem zeggen, maar hij heeft wel veel over voor zijn kijkers. Dat moet je hem aangeven. Ik bedoel, hij doet veel meet and greets en je kan ook voor 100 euro een special meet and greet krijgen, heb ik me laten vertellen. Ik heb een foto gekregen van een hele tevreden klant. Kijk maar even mee. 100 euro voor een 1-op-1 super special deluxe meet and greet met happy ending. Dat is klantenservice, hè. Godverdomme. Oh. Maar naast gamevideo's maakt hij af en toe ook een andere video. Een hele originele, goed uitgedachte, creatieve video. Waardoor hij net weer een andere doelgroep aanspreekt. Zo upload hij naast gamingvideo's bijvoorbeeld ook een Q&A. En een Q&A. En nog een Q&A. Nog een Q&A. Nog een Q&A. Nog een Q&A. Very creative. I like it. Yeah. En als voor jou de Q&A's nog niet briljant genoeg zijn, heeft hij nog meer briljante video's, namelijk reageren op ASMR, reageren op haatreacties, reageren op K-pop, reageren op Musical.ly, reageren op kanaalreacties, reageren op Instagram DM's, reageren op spam e-mailtjes. En mijn persoonlijke favoriet en allerbeste, meest creatieve video ooit, reageren op Game Meneer. Genius! Creative genius! Hey, ik ben de hype niet begonnen, ik ben er alleen gewoon op de bandwagon gesprongen. Oh my god! Wauw. 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 Oké, mensen. Don heeft ook een boek uitgebracht. Namelijk, hoe word je game meneer? Ik weet niet of ik de enige ben die dit ziet, maar het lijkt er verdacht veel op alsof Don naar zijn pik aan het wijzen is. Gat. Kan toch niet goed zijn dit? De grote vraag die ik dan heb is, waarom zou je überhaupt game meneer willen worden? Doe je het om chicks te kunnen scoren of zo? Nee. Dat lijkt me niet. Misschien omdat je dan eindelijk gelukkig wordt of zo? Nee. Ook niet. Ik bedoel, er zijn toch ook geen boeken over hoe word ik autist? Of hoe word je achterlijk? En ik hoor je denken, Kelvin, waarom heb jij in godsnaam dit boek? Nou ja, ik was laatst in het ziekenhuis en daar vond ik hem. Ze hebben hem blijkbaar in elke wachtkamer in heel Nederland liggen. Om je eraan te herinneren dat het altijd slechter kan. Wat ik persoonlijk heel leuk vond was deze Q&A. Of deze Q&A. Of deze Q&A. En dan heb je op de volgende pagina heb je nog een Q&A. En wat me vooral opviel aan het boek is dat er heel veel aandacht besteed is aan elke individuele pagina. Om hem zo uniek mogelijk te maken. Je hebt dan bijvoorbeeld deze foto en dan sla je hem om en heb je ook deze foto.
En dan... Maar hebben ze die foto dubbel gebruikt? Godverdomme, waarom viel me dat niet op? Ja, nou, fantastisch boek! Don, ik weet niet hoeveel je ervan verkocht hebt, maar ik denk dat je beter gewoon een boek had kunnen maken genaamd Hoe Word Je Niet Gay, Meneer? Dan was het sowieso een bestseller geweest. Deel 2? En hij heeft het goed gedaan, hoor. Over bestsellers gesproken, koop mijn boek van Niks en Kliks op kabijn.nl. Hey, what's good? Ja, daarover gesproken. Stuur even een kopietje op. Dan van... Oké, laat me even aan die grap werken. Daar kom ik misschien later nog op terug. Je kan veel zeggen over Don, maar hij is wel anders dan elke andere YouTuber in heel Nederland. Don is namelijk de enige YouTuber waarbij ik denk... Hoe de fuck heb jij 1 miljoen abonnees? Hoe dan? Wie zijn die miljoen mensen? Hoe... Dat weet ik ook niet. Ik heb een theorie. Ik kwam laatst namelijk deze video tegen, genaamd 1,1 miljoen mensen depressief. Ja. 410.000 willen dood. Nou ja, komt dat even toevallig uit? Nu weet ik gewoon precies wie die 1 miljoen mensen zijn. Het is allemaal in één keer duidelijk. En 410.000 willen dood. Nou ja, nu weten we ook in ieder geval meteen welke 400.000 mensen er naar Armo kijken. Ik vind de naam Game Meneer ook hilarisch trouwens. Even, als je die naam bedenkt en dat je dan niet hoort dat mensen waarschijnlijk Game Meneer gaan zeggen. Daar is inderdaad niet over nagedacht. Daar had ik letterlijk een paar dagen geleden nog iets mee. Ja man, ik heb een kanaal, Game Meneer. Game Meneer. Ja, niet als in homoseksualiteit. Ja. Ik kan nog wel even doorgaan met hilarische woordgrappen over rare namen, maar als ik Dons boek mag geloven, dan zegt hij: ieder hilarisch persoon die snel een grapje wil maken met mijn naam, kan ze hard ophalen. Maar echt grappig is het niet eens. Oké, Don. Oké, het is duidelijk. Ik dacht elke dag hilariteit. Nou nee hoor. Don kan goed gamen, dat weten we allemaal, maar niet elke game van Don is on point. Zijn Insta-game bijvoorbeeld. Don's hele Instagram is eigenlijk gewoon een soort fotoshoot-sessie in zijn eigen huis. Ik zeg, dat is echt waar. Lekker avondje in mijn eentje alcoholist zijn. Hashtag geniet Don. Heerlijk in mijn eentje spelletjes spelen op de bank. Dit zijn allemaal foto's waar je gewoon ziet dat hij echt zo de telefoon heeft neergezet. Oké, ik ga nu een spelletje spelen. Dan heb ik weer een Instagram-foto. Don, zoek eens vrienden. Die kunnen foto's voor je maken. Nou goed, als er één ding duidelijk is na deze roast, is het het volgende. En Don is het levende bewijs. Succes op YouTube brengt je geen direct geluk. Of een knappe kop. Of blijdschap. Of creativiteit. Of knap vrienden. Of een leven. Oké, we gaan... Oh ja, man. Tuurlijk. Mooi leventje. Oké, lieve mensen, dat was de roast of Don. Don, dankjewel dat ik je mocht roasten. Daar ben ik altijd zeer dankbaar voor. Het is toch altijd fijn als je genoeg panzer hebt om dat tegen te kunnen. Hopelijk vonden jullie het leuk, hopelijk vonden jullie het grappig. Er is genoten. Dat kunnen we voorop stellen. Nee, was lachenpik. We spreken elkaar. Onthoud, ga niet zomaar mensen pesten of roosten zonder eerst toestemming te vragen. Zoals ik altijd doe. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Doe eens gek. Je bent er normaal genoeg. Hey, prik!